Nou, goedenavond. Welkom. Skyward Community heeft een heel mooi programma. En ik ga u in beknopte termen proberen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart met investeren in het bedrijf van Janinski Stringtechnologie. En sinds juni 2020 ben ik samen met nog een aantal 4 andere mensen, de communicatiegroep voor Nederland. En wij zorgen dus dat de investeerders die geïnvesteerd hebben in het bedrijf Skyward Community, dat die op de juiste manier op de hoogte gebracht worden van alles. Want heel veel mensen hebben geen contactpersoon meer, maar wij zijn de oplossing eigenlijk. U kunt rechtstreeks met ons communiceren. En op het eind heb ik 2 telefoonnummers, eentje van mij en eentje van mijn collega Earl. En dan kunt u altijd ons bereiken. U mag ons gewoon bellen. Maar dat laat ik op het eind nog even zien. Om te beginnen. Waarom is het bedrijf Skyward Community zo belangrijk? Omdat we op dit moment het milieu een heel veel aandacht heeft. En dat daar zoveel uitstoot is dat er alles groener gedaan moet worden. Want anders kunnen we niet op onze aarde blijven wonen en leven. En daarom gaan heel veel landen afspraken maken. En willen we onze aarde goed onderhouden, dan zullen we die afspraak na moeten komen. Maar het moet ook sneller als wat men nu eigenlijk van plan is. Want wereldwijd is het probleem zo verschrikkelijk groot. En die vervuiling die gaat maar door. En daar moet iets aan gedaan worden. Maar de heer Anatoly Janinski die heeft dit jaren geleden al gezien. 40 jaar geleden om precies te zijn. En toen de ontploffing is geweest in Tsjernobyl, daar woonde hij dichtbij, heeft hij ook moeten verhuizen. Toen is het eigenlijk voor hem helemaal urgent geworden. En is hij aan een ontwikkeling begonnen die geresulteerd heeft in de volgende dingen die ik straks ga vertellen. Maar eerst even, wie is de heer Anatoly Janinski? Dat is linksboven ziet u, hoe het er nu uitziet. Maar in het midden ziet u als jonge leeftijd dat hij daar toen al mee begon om mensen uitleg te geven hoe het beter kon. En in het midden onder ziet u een vrachtauto en die rijdt eigenlijk op 2 ijzeren staven. Dit is het eerste prototype waar hij mee begonnen is 40 jaar geleden om dit op het tweede niveau, zoals wij noemen, dus boven de grond, te laten rijden. En dat wordt het tweede niveau genoemd. Het eerste niveau is op de grond en het tweede niveau is boven de grond. En op deze manier heeft hij toen het al voor elkaar gekregen om omhoog te rijden zonder verdere beveiliging. Nu is alles verschrikkelijk beveiligd, maar hier rijden gewoon 2 wielen over de staaf. Dus heel apart. Maar wie is hij en wat heeft hij gedaan? Hij is uitvinder, auteur en designer van stringtechnologie, dat is duidelijk. Maar ook projectmanager van 2 projecten van de Verenigde Naties. Hij is ook lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Auteur van 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Hij is onderscheiden met gouden medailles. Hij heeft 30 diploma's gekregen, de internationale prijs de Golden Shard. En deze prijs werd ook al in 2009 en 2011 aan hem uitgereikt. En in 2018 heeft hij hem ook gekregen. Daar kunt u zien het rechterplaatje rechtsonder. Daar toont hij het aan de mensen die toen op het Ecotechnopark waren. Ik was erbij, ik heb dit meegemaakt. Geweldig gewoon. In het midden, daar zie je die paardjes, dat is de onderscheiding met het diploma erbij. Heel mooi, was heel geweldig om mee te maken. Het was een feest. Maar het milieu. Overal moeten we rekening houden met het milieu. En wat zijn de voordelen om te gaan bouwen met het bedrijf Janinski Stringtechnologie? Vooral omdat het gebruik extreem minder zal zijn. Kijk rechts, dan ziet u een paal boven de grond. Er hoeft dus geen weg mee gebouwd te worden. Daardoor zijn er ook minder materialen natuurlijk nodig. En de kolommen waar de trajecten op gebouwd worden, die zijn heel smal. Kijk maar eens hoe smalder het is waar men gewoon aan een ijzeren staaf kan hangen en zo kan gaan rijden. Heel mooi. Hierna, dit zijn een aantal van die modellen. Dit zijn passagiersmodellen van 2 tot 250 passagiers. Dat zie je aan de buitenkant rondom. In het midden zie je 3 plaatjes van een container op een ponton in het water. En ook boven het water, boven een rivier en boven een weg. En dan ziet u, containers kunnen gemakkelijk ook naar het tweede niveau, kunnen ze dragen,
op dit moment zijn daar testen mee geweest en zijn goedkeuringen, vergunningen patenten afgegeven. En hier kan men dus verder gaan om ook de vrachtauto's, alle containerwagens, op het tweede niveau te krijgen. Dat gaat veel ongelukken schelen. En wat is het voordeel ervan? Een beter leefmilieu voor dieren. Want die kunnen daar ook onder leven. Als boven alle auto's die je daar links op het plaatje ziet, weggaan en dat die in een wagon boven de grond gaan, dan wordt dat veel fijner voor dieren om te leven, voor ons om te leven ook. En de biodiversiteit zal heel erg veranderen. Maar ook het transport, dat versnelt heel erg. De files zijn er niet meer. Want alles gaat achter elkaar en niemand hoeft te wachten voor elkaar. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. En het mooie is, er is zelfs een opleidingscentrum. Op dit moment worden er mensen opgeleid en zijn er ook al mensen opgeleid en afgestudeerd om voor U-Sky, want zo heet het bedrijf van Janinski Stringtechnologie, heet U-Sky, zo zijn de modellen. En studenten hebben al opleidingen gevolgd en zijn afgestudeerd op deze problematiek om dit te leren en kunnen ze in het bedrijf werken. Een hele nieuwe lichting studenten komt hiermee aan de bak. Nou zeggen mensen, ja maar, dat bestaat al lang. Klopt, ongeveer, maar niet helemaal. Want in Duitsland, het linkse plaatje boven waar die pijl bij staat, daar zijn al een aantal pogingen ondernomen om de weg ondersteboven aan te leggen. Al zitten alleen de wielen boven op het dak. Maar de milieuvervuiling blijft hetzelfde. In China hetzelfde verhaal, ook de wielen op het dak. Maar het neemt dus geen ruimte meer in op de grond, maar ook voor het milieu helemaal niet goed. En dan daaronder, de linker en rechter plaatje onderin. Dan zeggen ze, ja maar de kabelbanen in de sneeuwsportgebieden zijn die al heel lang. Ja klopt, maar die hebben geen eigen motor. Die worden met een kabel, het woord zegt het al, kabelbaan, die worden met een kabel vanuit de beginpunt tot boven op een berg rondgetrokken weer terug naar beneden. En als een kabel breekt, dan valt er een wagon naar beneden. Dat is een heel ander verhaal als het verhaal wat ik u nu ga vertellen. Want dit voertuig heeft een eigen motor. En die vervuilt niet. Die is bijna 100% milieuvriendelijk. Dus het probleem is weg wat dat betreft. Het is veilig, milieuvriendelijk, goedkoop en zelfs heel gemakkelijk overal te integreren in elk landschap. Dan ziet u onderin een Unicar links. Dat is een foto die op het park gemaakt is. Die kunnen ze verlengen tot 250 passagiers. En boven eroverheen kan ook een wagon. Die foto die u daarboven ziet, die is gemaakt in een beurs in Berlijn. Die rijdt aan de bovenkant. Dat is een wagon die tot 500 km per uur kan. En daaronder de Unicar, die kan 150 km per uur halen. En dan heb je rechts de transportband en de Unitruck en die kunnen tot 120 km per uur halen. Een transportband kan gebruikt worden om vanuit een mijn, waar ze grondstof verdelven, naar een fabriek toe te vervoeren. Dan kan dat op een transportband eventueel. Maar hoe gaan ze bouwen? En hoe komt het dat het zo goed gaat? Als je dan kijkt hoe het nu gaat, dan gaat men van A naar B een weg aanleggen. Dan worden wegen zoveel mogelijk geëgaliseerd. Dus waterwegen worden dichtgemaakt en bergen, zover ze in Nederland zijn, maar vooral in andere landen, die worden of plat gemaakt of zoveel mogelijk erheen gegaan, maar het wordt kapot gemaakt. En dat is voor het milieu natuurlijk niet goed, want de dieren die daar wonen en leven, die moeten verplaatst worden. Daardoor verandert zeker ook de flora en fauna, want dat hangt aan elkaar samen. Daarnaast ben je nog niet, want dan moet er een meerlaagse fundering aangelegd worden om de spoorstructuur nog overheen te laten lopen. En als er die overheen zit, dan pas kan een trein erover gaan rijden. En wat doet Janinski Stringtechnologie? Die zet pilaren neer. En hier bovenste plaatje heb ik een dikke pilaren getekend. Maar dat hoeft helemaal niet. Er kunnen hele, smalle, dunne pilaren. Dat is goed. En als die pilaren er staan, dan kunnen ze de kabel eroverheen trekken. Je ziet hem eerst in bogen en daarna wordt hij strak getrokken. En dan moet je eigenlijk hetzelfde zien als iemand die op een koord loopt. Dan heb je ook links en rechts wordt dat koord vastgezet. Zo ook bij een gitaar. Dat is in het klein, dat is voor ons allemaal begrijpbaar. Een gitaar heeft ook snaren, heel klein natuurlijk, maar die worden ook aan het begin en het eindpunt vastgezet. En dan kun je gitaar spelen.
Een koorddanser die kan over een koord heen lopen. Dat is natuurlijk een dikker koord, maar ook daar kun je overheen. Dat noemen we getwiste snaren. En als die strak getrokken worden, dan kunnen ze aan de linker en de rechterkant, aan het begin en het uiteinde, vastgezet worden. En dat kan zijn op een station, dat daar een basis komt van een steunpilaar om vast te zetten, maar het kan ook gewoon aan een beginpunt ergens zijn. En als je dan die snaren niet doorhangend laat worden, maar stevig maakt dat er een zwaarder materiaal overheen kan, dan doen ze daar een stijf omhulsel heen. En daardoor krijgen we een unieke stijve spoorstructuur. Eventueel doorgebogen, maar het hoeft niet doorgebogen. Als je hem stijf maakt, dan heb je een strakke rechte. En allebei wordt door Unieke Stringtechnologie ontwikkeld. En de stijve spoorstructuur, dan zie je hier een doorsnee. Dan zie je een vierkante buis. Daarin zitten 6 snaren. En die snaren zitten weer in een polymeeroplossing. Dat komt dat er dan door die polymeeroplossing komt er geen roestvorming. En doordat men het 50 tot 100 jaar gegarandeerd wil hebben dat er geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden, doet men er boven overheen nog een extra harde laag, zodat de slijtage heel minimaal is en men hier gewoon een garandering van 100 jaar kan hebben dat er bijna geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. Maar dan zie je hier ook nog links een plaatje en dat gaat, dan zie je bovenin de motor over de rail heen gaan. U ziet daar weer die 6 snaren en die polymeeroplossing. En in die ronde cirkel, daar ziet u de beveiliging. Want dat zijn weer wielen die de rail, de motor en de motorwielen, dat die in de rail laten. Wat je op het eerste plaatje zag met die auto, dat ik zei, die zit zonder beveiliging, rijdt die naar boven toe, die kan eraf rijden. Maar deze wagons kunnen geen van allen ontsporen door deze spoorbeveiliging. Dus ontsporen gaat niet. En dan, als dat dus klaar is en het begin en het eind is ook vastgezet, dan kan daar een wagon overheen rijden. Kan een lange wagon met 250 passagiers, maar om de druk te verminderen, kan men hem ook in stukjes kleiner maken. Dus korte wagons kunnen ook sneller vertrekken. Stappen 2 of 3 mensen in, hij vertrekt. Volgende stappen mensen in, hij vertrekt. Er komen om de lopende band nieuwe wagons. En kom je op het station, je kunt meteen instappen en vertrekken. Ze rijden dus niet meer elk uur, maar elke zoveel seconden. Dat is heel makkelijk. En vooral door de moderne ontwikkeling van computertechnologieën kan alles volledig automatisch gaan en zijn heel veel lastige logistieke problemen heel gemakkelijk op te lossen. Maar ook als je ergens woont, kunnen ze makkelijk in een gebouw een opslagplaats maken. Dus men hoeft dadelijk geen auto meer voor de deur te hebben. Als je een pilaar voor een flat en na een flat zet en je laat de spoorstructuur door een gebouw gaan, dan kan men daar opstappen in een wagon en vertrekken naar de plaats waar men graag heen wil. De fundering heeft dan totaal geen last van een extra gewicht wat er gedragen moet worden. Dus op die manier kan men straks in heel een stad dit systeem integreren. En daar zullen we in de toekomst meer over horen, want er worden nu ook lineaire cities gebouwd. Dat wil zeggen steden waar geen auto meer inkomt. Zoals we hier al zeggen, auto's worden zoveel mogelijk geweerd uit het stadscentrum. Dat kan straks heel makkelijk met het systeem van Unieke Stringtechnologie, want geen één gebouw hoeft ervoor aangepast te worden. Men hoeft alleen maar ergens een pilaar te zetten. En of daar nou een lantaarnpaal staat die licht geeft, of een pilaar voor het vervoer, dat gaat in de toekomst komen. Wij weten nu al dat er landen zijn die gesprekken aan het voeren zijn en die willen het in hun land al integreren. Want als je bijvoorbeeld kijkt in bepaalde landen, zie je mensen niet alleen in een trein zitten, maar er ook bovenop zitten of er zelfs aan hangen. Levensgevaarlijk. En op deze manier is dat straks heel makkelijk op te lossen. Iedereen kan instappen en reizen naar de volgende plaats. Maar ook het bouwen. Het bouwen is soms ook heel moeilijk, want vooral in Aziatische landen, daar zijn heel veel bergen. En
om dan daar de natuur ook niet aan te tasten met zware bulldozers die ergens heen gaan. Maar kijk maar eens naar dat plaatje onderin in het midden. Dan wordt er ook heel veel natuur kapot gemaakt om een weg, een toegangsweg te maken om iets te bouwen. Dat hoeft helemaal niet, want je ziet daar een soort helikopter staan. Dit is geen helikopter, hier kan ook geen chauffeur in zitten zoals je ziet. Dit is een drone, een grote drone. En deze drone hebben ze op dit moment ontwikkeld dat hij een gewicht kan dragen tot 700 kilo. Maar men is het aan het uitwerken. Men weet dat ze dit tot 1500 kilo draagvermogen kunnen ontwikkelen. En daar zijn ze mee bezig. En dan kunnen ze inbergen, vanuit de lucht bouwen. En er is er totaal geen toevoersweg nodig om zware materialen naartoe te sturen. Dat is gewoon heel mooi. Hier hebben we de drie verschillende spoorstructuren die er zijn. Dat is de doorgebogen, de bovenste. En dan ziet u daar een hele smalle spoorstructuurtekening naast staan. Maar ook het fotoplaatje is hetzelfde. Die foto, dat is hetzelfde als de bovenste tekening van dat plaatje. En dan ziet u daar een bril op liggen. Het is dus smaller, zo'n spoorstructuur, als de breedte van een bril. De werkelijke afmetingen. En daar kan een wagon aan hangen. En als je kijkt in het midden, dat heb ik laatst ook gehoord, dat is echt iets nieuws, daar zit een geel iets, zie je. En dat is een extra bescherming voor het geluid, maar ook voor stroom en alles. Dat is een heel specialistisch bedrijf wat ze daarvoor in de arm hebben genomen, om alle geluiddingen nog extra te verzachten. Dan zie je als tweede, zie je de harde spoorstructuur, de enkele lijn. En de derde is een dubbele lijn. Dat kan onderin de wagon hangen, maar ook erboven overheen. En dan zie je deze doorsnee die ik daar straks ook uitgelegd heb. En die snaren, dat is eigenlijk hetzelfde waar ze tegenwoordig ook gewoon de bruggen mee bouwen. Dat zien we in Nederland ook overal. Zie je gewoon de bruggen waar al die snaren zo'n brug omhoog houden. En dat is hetzelfde systeem als hoe Janinski stringtechnologie aan het bouwen is. En het energieverbruik is ook nog een verhaal over, want elke auto wordt getest in een windtunnel om te kijken dat het zo vloeiend mogelijk verloopt om de snelheid goed te laten gaan, maar ook het brandstofverbruik te verminderen. Dan zie je dat de wind voor mooier overheen gaat, maar onder op de grond tegenaan botst. En achter een auto krijg je die windcirkeling. En dat wil dus zeggen dat de auto weer tegengehouden wordt. En dat kost extra brandstofverbruik. Als we dan kijken naar een wagon op het tweede niveau, dan komt de wind eraan, die gaat vloeiend over die punt heen en aan de achterkant weer vloeiend weg. Daar is geen windcirkeling. Dat wil ook zeggen dat het brandstofverbruik totaal geen invloed heeft op de wind die er komt. Dus het skywayvervoer op het tweede niveau wordt totaal niet beïnvloed door wervelstormen. En dit is de Uniflash die je net zag in die tekening. Die is te bezichtigen geweest in het Ecopark in Berlijn in 2019. En die originele rompvorm die maakt dus mogelijk om dit te doen. Maar ook de andere vormen van een romp, die hebben ook een zodanige gebouwde omvang, dat ook de wind daar bijna geen invloed op heeft. En als je dan kijkt, een wagon, de eerste die je daar ziet met die 14 poppetjes, zijn 14 passagiers die daarin mee kunnen. En de tweede is de Uniflash. Voorheen noemden wij dat de High Speed Unibus, maar hij is nu omgedoopt in een makkelijkere naam, de Uniflash. En daar kunnen 6 mensen in mee. En als die alle twee een snelheid van 100, een afstand van 100 kilometer rijden, dan is de eerste, de Unibus, die kan dan met 100 km per uur heeft hij maar 1,2 liter nodig om 100 km te rijden. Dat is 0,12 energieverbruik per persoon. En die van 500 km, dan zou je zeggen, nou die heeft er veel en veel meer met 6 personen in plaats van 14. Maar als je dan kijkt, die rijdt 500 km per uur, dan heeft hij 9,3 liter energie nodig per 100 km. Dat is 0,93 per persoon. Dat is hartstikke mooi. Zo zuinig, zo verschrikkelijk goed, daar kan geen één land omheen. Straks vertel ik ook nog wat over de bouwkosten en dan ziet u dat dit echt een toekomstbedrijf gaat worden.
Maar alvorens die markt te betreden, moet er heel veel werk verzet worden. Papierwerk, vergunningen en al die soort dingen. Documenten die ze nodig hebben om gewoon überhaupt een vervoermiddel te laten rijden. En dan zie je hier al de documenten. Dit is nog niet 1/10 van alle documenten die men heeft. Men moet aan zoveel eisen en regels voldoen en goedkeuring hebben en patenten om dit te mogen doen. En dan zie je hier bij de pijl dat in 2019 Skyway een van de experts in het VN-programma was voor duurzame ontwikkeling. Dat is heel mooi. En het mooiste, op 16 februari 2018 heeft Janinski String Technologie, is die lid geworden van een hele grote internationale organisatie. De Internationale Association of Public Transport, de UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit meer dan 96 landen. Dus je kunt wel zeggen, wereldwijd hebben de meeste landen zijn aangesloten bij dit internationale transportgoedkeuringsbedrijf. En die zorgen dus dat alle transport over de wereld heel veilig gaat. En hier staat 16 februari 2018 is dat ook goedgekeurd door de Europese Unie. Dus in de Europese Unie is dit gewoon al aangenomen. Nou zijn er heel veel mensen die zeggen van, ja, maar hoe werkt dat dan? Nou, als er hier techneuten zijn die meeluisteren, dan kun je in je account gaan kijken en in het account kun je vinden hoe de techniek helemaal werkt. Ik heb er geen verstand van, maar mensen die er echt verstand van hebben, die kunnen aan hun hart ophalen hoe geweldig dat dit allemaal uitgeschreven is en getekend is, dat ze begrijpen van, dit is echt, dit is geweldig, hoe komen ze op het idee? Ik heb een techneut dit horen zeggen van dit is geweldig, dat had ik niet gedacht. Nou, heel mooi. En dat wij in dit bedrijf ook mee zitten en een stukje eigenaar zijn. Dat is ook heel mooi. Maar wij zijn niet zo'n techneuten de meeste. En die mensen die geen techneuten zijn, die kunnen ook naar het website gaan van www.skyway.capital. En daar vindt u beschrijvingen van wat er telkens weer ontwikkeld is, wat er gedaan is. Elke week hebben ze wel een update dat wij als leek gewoon kunnen volgen wat er komt. Dat is heel interessant om te blijven volgen. Dan blijf je van alles ook op de hoogte. Nou zie je hier rechts tekeningen van plaatjes van modellen die ze wilden gaan ontwikkelen. De Uniwind, Unibike, Unicar en Unibus. En links daarvan, in die ronde cirkel, daar ziet u de langwerpige cirkel, moet ik zeggen. Daar ziet u de echte foto's. Dat zijn echt foto's van echt ontwikkelde modellen. En deze modellen zijn zelfs al helemaal getest en goedgekeurd. Daar is patent op. Hier mag men mee gaan rijden. Goedgekeurd is dat door de UITP. En deze modellen mogen verkocht worden in heel veel landen. Maar we zijn er nog niet, want hier zie je nog meer modellen. Hier zie je nog een Unibus, die is wat groter, 220T2. Maar ook de High Speed Unibus, waar ik boven heb gezet, de Uniflash, makkelijker onthouden denk ik. Die is ook bijna goedgekeurd. Ik heb gehoord dat er op dit moment goedkeuringen zijn. Ik weet niet precies over welk transport, maar men heeft pas weer een of andere unieke goedkeuring binnengehaald. Ik moet dat even met mijn collega Earl doorspreken. Hij heeft me net iets zitten vertellen, maar ik kan het niet meer zo goed navertellen. Maar een certificaat is binnengehaald, ook voor warm klimaat. Ik weet niet of dat al over de Unibus gaat, uit de Uniflash. Maar er is weer een speciaal certificaat binnengehaald. Er is weer een mijlpaal bereikt. Als je dan naar de onderste twee kijkt, die zijn voor de industrie. Daar kan bijvoorbeeld zand in die bovenste van die onderste twee. Of de onderste, daar zie je de transportband. Die heb ik net al wat meer over verteld. Dat is de U400. En alles wordt hier tegelijk ontwikkeld. Deze voor industriemodellen, daar is echt heel veel vraag naar. Maar er zijn er nog meer, want ook de containers. Containervervoer heeft men ontwikkeld. Men heeft op de computer getekend een container die op een beton stond. Maar gaandeweg de ontwikkeling kwam men erachter dat het nog veel goedkoper was voor bedrijven om hem hangend te hangen. Dus men kan een beton, een container oppakken, hangend, en zo van A naar B vervoeren. Hoe het precies werkt, weet ik nog niet, hebben we nog niet gezien. De testen worden nu gedaan in warm klimaat. Ik heb begrepen dat je voor koud klimaat al goedgekeurd is, maar voor warm klimaat wordt nu alles nog getest, want dat is natuurlijk weer een heel andere manier van ontwikkelen als voor koud klimaat.
Dan daaronder zie je weer twee modellen van de Unitruck. En helemaal daaronder de transportband. En links van de transportband hebben wij gezien toen we de laatste keer in het testpark waren in Belarus. Daar zagen wij op het eind van de dag het linkerplaatje gaan. Met twee van die soort zandzakken eronder. Wat er precies moet zijn, weten we niet. Maar meestal testen ze iets met heel veel zandzakken. Ik heb ook begrepen dat de wagons allemaal getest zijn. Heb ik ooit gehoord van Vladi, dat is een contactpersoon die mee in besturen zit van de Skyworld Community. En die vertelde dat hij in het park was en daar een wagon openging. En toen schrok hij, want hij zat helemaal vol met zandzakken. En toen vroeg hij, waarom doen jullie dit? En toen werd er verteld, wij testen alle modellen niet op de maximale gewicht van mensen die erin kunnen. Wij doen het 3 of meer keer zwaarder maken. Dat we zeker weten, als er ooit zwaarder geladen wordt, dat alles goed is. Dus daardoor met die zandzakken. En ik denk dat dit ook iets is, dat er een model getest wordt met zandzakken. Dus dat is duidelijk. Als we dan kijken naar de bouwkosten en de milieuvervuiling. Dan ziet u links de bouwkosten, wat bij Skyway aan bouwkosten is. En wat het verschil is dat de trein en de vrachtauto duurder is om te bouwen. En ook dus milieuvervuilender. Dat ziet u daarnaast. Skyway blijft ongeveer gelijk met milieuvervuiling als met de bouwkosten. Maar de trein is veel hoger en de vrachtauto die schiet gigantisch door zijn dak. Als je dat kijkt. En als je naar de plaatjes ernaast kijkt, dan ziet u de trein en de vrachtauto is best wel milieuvervuilend, helemaal niet zo mooi schoon. Maar als u dan kijkt naar de plaatjes die ik er nu bij zet, dan ziet u de onderste, de kunnen in de pallets kunnen in een wagon gezet worden. En men kan via de blockchain, want er zit ook geen chauffeur in, kan men intoetsen waar de wagon naartoe gaat en dan gaat hij automatisch, zonder dat er mensenhanden verder aan te pas komen, gaat hij naar de plaats van bestemming waar het naartoe moet. Dus een vrachtautochauffeur is totaal niet meer nodig. En dat geldt ook voor het middelste plaatje, voor de containers. En het bovenste plaatje, daar zie je dat ze een container kunnen oppakken van een ponton. Ik heb nog geen plaatje van hoe ze het doen om hem hangend te laten vervoeren. Dat heb ik nog niet gezien. Dan hebben we hier een foto uit het testpark. Want heel veel mensen zeggen van ja, maar als zo'n wagon nou stilstaat, of een batterij raakt op, of op een andere manier krijgt hij, gaat hij kapot en staat hij ergens in het midden stil. Hoe moeten mensen er dan uit? Dat hebben ze in 2019 ook getest om te laten zien hoe dat moest gebeuren. En dan komt er een volgende wagon, want elke wagon heeft aan het begin en het uiteinde een uitsteeksel, zeg maar, waar men wagons mee aan elkaar kan koppelen. Dus dan komt een wagon, die kan hem aankoppelen en naar het volgende station duwen of terugtrekken naar het vorige station. Het ligt eraan waar ze dichtst bij zijn. Dus dat is heel mooi. Dan heb ik hier dit plaatje, als je een beetje naar boven kijkt, ziet u erachterin dat ze bij de vijver een nieuw water gegraven hebben en je ziet erachterin wat huisjes. Daar komt een nieuwe ontwikkeling. Dat gaat over vissen. Mensen kunnen daar gaan vissen, kunnen daar ruimte gaan huren. Maar we hebben ook al iets opgevangen dat men daar een parkje bouwt waar mensen kunnen gaan vakantie vieren. Wat er precies is, of dat alleen voor mensen uit Belarus is, of wij misschien in de toekomst ook mogen, weten we niet. Er is nog niks van bekend, maar dat zijn wel dingen die wij inmiddels wel gehoord hebben. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Maar even kijken hier. Dit is ook een foto die in het park gemaakt is. Toen konden wij allemaal met een testwagon mee gaan rijden. Iedereen die daar was, mocht een ritje maken met een wagon naar keuze. We hadden allemaal een kaartje om ons nek en er werd dan afgeknipt als we meegereden waren, zoals gewoon normaal ook een kaartknipper doet in de bus of trein. En wij mochten dus meerijden. En we zagen dus ook bovenin daar de Uniflash op en neer rijden. Daar mochten we nog niet in, maar de wagon eronder en er waren ook nog andere, kon iedereen een ritje mee maken. En dat was echt geweldig om mee te maken. Maar er zijn 2 prioriteitsrichtingen. Ik denk dat u dat nu al begrepen heeft. Eentje de Unibus voor personenvervoer. Die kan tot 25 zitplaatsen. En de Unicont, dat is containertransport. Staand of hangend. Het ligt er een beetje aan wat landen of bedrijven zelf willen. Maar als er bedrijven zijn die een kleine locatie hebben en die willen 2-3 kilometer hebben om eventueel op hun terrein dit te bouwen. Ik heb begrepen dat wij op dit moment daarmee voor zo'n bedrijf in zee in gesprek mogen gaan om te kijken wat ze willen, of dat ze serieus zijn en of ze er geld voor hebben om dit te bouwen.
En dan zijn er mogelijkheden. Dus luistert u hier nu naar en u denkt, nou, ik ken wel zo'n bedrijf of ik heb zo'n bedrijf. Dan kunt u met Earl of met mij contact opnemen en dan kunnen wij verder in gesprek gaan. Dus dat zou heel mooi zijn. Ze hebben ook belangrijke verbeteringen gemaakt voor de vermindering van het geluid. Daar had ik het er net al over. En dat zie je hier op deze plaatjes. Daar in de rondjes zie je ook weer die gele dingen die je daarnet ook zag. En dat is eigenlijk om het geluid zachter te maken. Er waren drie belangrijke geluiden. En het belangrijkste geluid was wat in de railwielen zat. Er was nog een geluid in de apparatuur van de motorruimte. En het derde geluid was aerodynamisch. En nou wilden ze het absorberende geluid veranderen. Dat is vooral nodig om voor hele zware en snelle transportvervoer van containers of personen, om daar de snelle, als het sneller gaat, gaat het geluid harder, om daar iets mee te doen. En dat hebben ze inmiddels ook kunnen. Ze zorgen ervoor dat het laagfrequente geluid van de spoorwielen eigenlijk meer verlaagd wordt. En dat doen ze door trillingsisolatoren toe te passen. En dat ziet u het rechts onder het plaatje. Daar hebben ze met die schroeven die erin zitten, plus de andere, de gele streepje, daar hebben ze iets gemaakt om te zorgen dat het geluid, wat al heel zacht was, want je kon de wagon wel een beetje met geluid aan horen komen, maar nog niet zo erg, hebben ze blijkbaar nog verder kunnen verminderen. Ze zijn constant nog bezig om te verbeteren. Hier is het plaatje even wat groter, dan zie je het wat beter. Dan zie je daar echte schroeven zitten. En daaronder dat gele, dat is ook weer los van elkaar. En dat komt ook door de elektrische spanning. Het ankersteun en het hoofdankersteun zijn van elkaar geïsoleerd. En men vertelde mij dat elke rail een longdiagonale kracht van enkele honderden ton heeft. Om nou even heel duidelijk te vertellen wat dat is, dat moeilijke woord, want dat weet ook niet iedereen, ik moest het ook opzoeken. Dat zijn dus de verticale dwarskrachten en de langkrachten. Dus al die krachten samen, die moeten een spanning aankunnen van 1000 watt. Dat is echt heel veel. Dit is van de Innotrans in Berlijn, daar ben ik ook geweest in 2019. Dat was gewoon heel mooi, er was een beurs. En op die beurs stond een stand van Skyway. En als je dan linksonder kijkt, dan zie je daar de mensen die de stand tegenover bemand hadden. En die stonden te kijken, dan zit je rechtsonder dat plaatje, naar heel die grote groep mensen in de stand van Skyway. Die kun je haast niet zien en daarom heb ik van die vier plaatjes het rechtsonder een foto toen het niet zo druk was in die stand, dat je er achterin kunt zien tegen de wand aan, daar staat de high-speed unibus, je ziet de punt een beetje. Maar die mensen begrepen er dus helemaal niks van. Waarom er niemand in hun stand was, ze hadden daar ook dacht ze een hele mooie wagon staan en iedereen was in de stand van Skyway. Natuurlijk was het wel heel apart om zo'n model te zien met die punten. Dat was toch iets nieuws wat niemand had gezien. Dus iedereen wilde daar ook even langs, want dat ging wel op die beurs rond van ga daar eens kijken, want wat daar staat, daar weten we niet wat dat is. En dan zie je hier een foto van die wagon binnenin. En als je dan goed kijkt, dan zie je voor elke persoon een schermpje. Op dat schermpje konden mensen dingen intoetsen. Je kunt bijvoorbeeld daar via dat schermpje je stoel helemaal aanpassen. Er zitten verschillende compartimenten in die stoel voor het zitgedeelte, naast je benen, in je rug, je hoofdsteunen. Je kunt alles helemaal aanpassen. En want deze wagon die kan 500 km per uur. En het is de bedoeling dat deze van stad naar stad gaat. En in Nederland is dat kort. Maar er zijn landen waar het 100 km is of zo. En dan zit je een half uur of een uur of ooit meerdere uren in zo'n wagon. En dan moet het wel heel comfortabel zitten. En met deze wagon, die gaat heel snel van stad naar stad. Wij kunnen van Amsterdam naar Parijs straks in een uurtje of anderhalf er zijn. Dan zal het zo komen dat mensen in Parijs gaan werken en 's avonds weer thuis zijn. En het kan overal gebruikt worden. In steden, bossen, over bergen heen. Maar ook in zeehavens. Over moerassen heen. Over woestijnen heen. Men kan overal warme, koude gebieden. Men kan dit overal bouwen. En dit is motorwiel. Als je dan kijkt die hand van die man. Die in verhouding tot een motorwiel. Dan zie je hoe klein dat een motor is van zo'n wagon. Tegenover als we dan bij ons in een auto kijken. Is een groot verschil. De voordelen van deze wielen zijn niet alleen dus de eenvoud, compactheid en de kracht, maar vooral het lage energieverbruik. En dat komt ook door de rolweerstand van de stalen wielen die ze op de rail hebben. En dat zie je hier even goed uitvergroot. Dan zie je wat je normaal nooit ziet, een wiel op de rail. En dat contact met elkaar, dat zorgt ervoor dat ze energie op kunnen wekken.
Het is een hele mooie oplossing. Daarnaast hebben ze ook nog zonne- en windenergie. Dus met die energie wordt deze wagon aangedreven. En de rail heeft dus een gegarandeerde duurzaamheid van 100 jaar, zoals ik straks vertelde. En die snaren zitten dus in die polymeeroplossing. En dat is dus zeker beschermd allemaal tegen de zwaarste weersomstandigheden. Want dit is gegarandeerd voor weerstemperaturen van min 55 à 60 graden tot plus 55 à 60. Dat wil dus ook zeggen dat men voor warm en koud klimaat een hele andere manier moet hebben van reizen. En dat is het voordeel. Men zit in Belarus voor het koude klimaat. En in de Verenigde Arabische Emiraten is een testpark voor het hele warme klimaat. En dat is heel belangrijk, zo'n testpark. Want deze wagon moet aan heel veel tests onderworpen worden. Elk onderdeeltje, elk gedeelte, het moet allemaal getest worden en mag straks geen fout gemaakt worden. En wat zijn dus de voordelen van U-Sky, zoals het bedrijf naar buiten gaat treden straks? En ik probeer dus U-Sky te zeggen, ik vergeet het telkens, ik zeg nog Skyway, maar wij moeten straks het bedrijf U-Sky vertellen over het bedrijf U-Sky. En het woord Skyway is puur voor de wagons. De wagons die heten Skyway wagons. En U-Sky is het bedrijf achter het totale plaatje. En het bedrijf U-Sky Transport en Infrastructuur wordt onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen. En bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. Sorry. Wat betreft de milieuvriendelijkheid, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit van natuurgebieden. Dat lijkt me duidelijk. De baan vernietigt geen vruchtbare grond en is ook de vegetatie op de grond die kan gewoon groeien. En vooral trekroutes voor dieren worden niet geblokkeerd, want er zijn minder of geen vrachtauto's meer op de weg. Dat plaatje zegt eigenlijk heel veel. Je ziet hier een weg, je ziet de kangoeroes op de weg staan, waar normaal een vrachtauto overheen rijdt. En daarboven ziet u, dan heeft een inhoud van een vrachtwagen. Als je dan ziet hoeveel wagons hier van A naar B kunnen gaan, met materiaal erin. Als deze vrachtauto's over deze weg reden, zou de natuur hier heel veel platgereden worden. Zouden die dieren het leven om over te steken van de ene kant naar de andere kant. Er zouden veel ongelukken gebeuren. Door dit naar het tweede niveau te verplaatsen, maar voor heel veel andere kleine dieren, maar ook planten en alles, zo goed voor het milieu, dat het milieu hier een hele hoest van gaat krijgen. Hier heb ik een plaatje van mijn collega Urdel. Die kan via het systeem van Ab Verhunter in Nederland maken. Dit is een toegangsweg naar Nijmegen. En daar stond, het is dus heel druk, er rijden heel veel vrachtauto's. En hij kan een foto maken van die omgeving. En dan kan hij het systeem van U-Sky erin plaatsen. Linkerplaatje plaatst hij erin een container die op de bovenste rail rijdt. En een personenvervoer er onderin, maar achterin ook nog een industriewagon met materiaal erin. Dat kan allemaal boven de grond. Rechts eventueel alleen passagiersvervoer, maar daardoor zijn er daar straks veel minder personenauto's op de weg, maar ook heel veel vrachtauto's zijn allemaal weg. Die wegen kunnen in feite versmald worden, dat er misschien een zieke auto of wat dan ook, een politieauto nog doorheen kan rijden, maar wij hoeven straks helemaal niet meer in een auto, want ik heb het er straks ook over gehad over de lineaire steden. Dit wordt ermee bedoeld. Deze systemen kunnen in elke straat in een stad gebouwd worden. Dan kunnen we straks van deur tot deur met zo'n wagon. Dat zal nog wel 20 jaar duren, 10, 20 jaar. Maar de grote lijnen van stad naar stad zal al heel snel gaan. Dus het lange verkeer op de snelwegen, dat kan allemaal hier alleen een wagon, dan kun je heel makkelijk al naar een andere stad reizen. Dus dit is onze toekomst hoor. Maar hoe zijn ze begonnen? In Minsk hebben ze op een gegeven moment van het land Belarus, ze wilden een stuk grond hebben en het werd een beetje tegengehouden doordat bedrijven dit toch niet fijn vonden, want die zagen hun inkomstenstroom al opdrogen en men geloofde er niet zo in dat dit kon. Men heeft ze een oud
vervuild militair terrein gegeven. Dat moest dus eerst helemaal schoongemaakt worden. Daar zijn ze hiermee bezig. En als je dan het volgende plaatje kijkt, dan zie je links dat ze er al aan het bouwen zijn en structuur gemaakt hebben. Linksboven ziet u 2016 van hoe ze het wilden gaan inrichten. En rechts ziet u 2019 hoe het eruit zag. Dan zie je naast die bomenrij aan de rechterkant van foto's dat het terrein wat ze hadden links van die bomen ligt. Maar nu zie je al dat rechts van die bomen ook gebouwd is. En als je de waterplas erboven kijkt, die heeft bepaalde grillige vormen, daar hebben ze ook al heel veel ontwikkeling gedaan. Wij kunnen nog niet zien wat het is en we weten het nog niet. Ik weet wel dat hier de eerste commerciële lijn naast het park gebouwd gaat worden. En die wordt 1125 meter lang. En die gaat vanaf de openbare weg, kan men opstappen, betalen voor het vervoer van 1125 meter naar achter naar de waterplas om te gaan vissen. De wagon waar men in kan, dat is een lange, hoge, blauwe wagon. Ik geloof niet dat ik er al een plaatje van heb. Maar daar kan men instappen met hun vishengel, die past erin. En dan kan men daar naar achteren toe. Dat is het eerste traject, heb ik begrepen, wat commercieel straks bekendgemaakt gaat worden. Dus jullie weten het nu al. Maar daarvoor heb je wel ook een heel hoop personeelsleden en mensen nodig die dit kunnen ontwikkelen en kunnen berekenen en zorgen dat het ook allemaal goed gaat. En dan ziet u links het kantoor van Skyward Community en waar mensen dus zitten te werken. En rechts ziet u het nieuwe kantoor. Eerst was er een kleiner kantoor, maar nu hebben ze een nieuw kantoor. En het hele kantoor is helemaal voor Janinski Stringtechnologie. Het is geen bedrijvenlocatie waar meerdere bedrijven zitten. Hier werken alle werknemers van Janinski Stringtechnologie. En daaronder zie je dat ze ook moeten luisteren naar trainingen die ze krijgen. De totale vloeroppervlakte van kantoor en productiefaciliteiten die ze hebben is meer dan 10.000 vierkante meter. Nou, dat is al heel geweldig voor een bedrijf dat nog maar 5 jaar bezig is. Echt officieel bezig is, toen ze geld hebben kunnen krijgen via crowdfunding om te kunnen gaan bouwen. Want er was geen bank die ze geld wilde geven. En via crowdfunding hebben ze geld opgehaald en kunnen ze nog geld ophalen. Dit is ook zo'n fabriekshal, die is met het geld via crowdfunding wat binnen is gekomen gebouwd. En dan ziet u het blauwe gebouw, maar links naast het blauwe gebouw staat een pijl. Dat was een kleine hal, is afgebroken en rechts ziet u dat daar een geraamte is neergezet voor een nieuwe hal. Die is 3 verdiepingen hoog en daar heeft men een nieuwe hal, een productiehal gebouwd om productie te gaan bouwen. Dus dat is gewoon heel mooi. Ze hebben inmiddels 11 voertuigen ontworpen en geproduceerd. En er zijn nog 4 modellen die in ontwikkeling zijn, waaronder een tropische versie. En ik weet dat er inmiddels ook een goedkeuring ligt voor de tropische versie. Dat is heel fijn. Dit is een foto van Minsk. En dit, hier zie je net alle modellen erop dat ze zichtbaar zijn. Van de Unifles bovenin tot onderin de High Speed Unibus en de Unicar. En alle modellen, bijna alle modellen, staan hierop. Heel mooi. Dan even naar een uitstapje te maken naar de Verenigde Arabische Emiraten. De bovenste 3 plaatjes zijn een tekening, een maquette in het klein hoe ze het park wat ze daar kregen, de grond die ze toegewezen kregen om het testpark te bouwen, hoe ze het in wilden gaan richten. En het rechterplaatje van de 3 boven is het ecohuis wat inmiddels klaar is. En dat is het onderste plaatje rechts. Daar ziet u het kant-en-klare ecohuis met de rondonde ervoor. En het kleine plaatje links ernaast was tijdens de bouw hoe ze het aan het bouwen zijn. Maar nu is het klaar met een mooie rondonde ervoor. En als je de toegangsweg inrijdt, kom je meteen hier bij dit ecohuis. Waar mensen tijdens de World Expo, die 1 oktober begint en tot 31 maart zal zijn, kunnen mensen die naar de World Expo gaan ook hier naar het ecohuis, want daar hebben ze een opstelling gemaakt in het klein om alle wagons en zo te laten zien hoe het draait en hoe het werkt. Mensen die naar de World Expo gaan, die mogen ook hier naartoe. Dit is het park de allereerste keer de test met een wagon in het korte traject. Ze hadden het eerste traject wat ze gebouwd hebben, is van station naar station 400 meter tussenruimte. De eerste pilaar staat op 100 meter vanaf het station. Dan zit er een tussenruimte van 200 meter en dan weer 100 meter naar het volgende station. En u ziet daar op de achtergrond dat het station nog in aanbouw is, maar ze zijn wel al aan het testen om zo snel mogelijk alle testen die nodig zijn
of de aanpassingen die moeten gedaan worden voor een warm klimaat, om die te kunnen doen. En dan ziet u links onder het plaatje dat ook de container op dit moment daar getest wordt. En sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert Skyward Unique String Technologie elektrische overhead transportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. Dus alles is gepatenteerd, dus in eigen beheer mag nog niemand anders namaken. En onlangs hebben ze aangekondigd dat ze overgaan van de ontwerp- en test- en certificeringsfase naar serieproductie. Ze gaan dus serieproductie ontwikkelen om zo snel mogelijk dadelijk ook een traject draaiende te hebben. En dan kunnen ze de open commerciële verkoop op de internationale markt gaan doen. En wij weten dat die inmiddels ook gestart is. Het belangrijkste zakelijke voordeel bij dit systeem is dat ze de laagste marktkosten hebben voor deze verhoogde wegen. En die kosten die beginnen bij 1 miljoen per kilometer kosten voor aan te leggen tot maximaal 10 miljoen. En dat is altijd nog 3 tot 5 keer lager dan de kosten die men nu maakt voor wegen, spoorwegen en zelfs voor kabelbanen. Deze vrachtsystemen die door het gebruik daarvan van de elektrische stroom en het onbemand rijden en de energiebesparende ingebouwde apparatuur van deze bijna geruisloze elektropods, heeft dit vervoermiddel bijna geen impact op het milieu. En door de speciaal ontworpen PTS-technologie, is gepatenteerd, vallen de U-Sky transportsystemen vooral op door hun concurrerende kosten. Ze worden ook steeds meer gezien als de meest efficiënte en innovatieve ontwikkeling. Ze zijn helemaal klaar voor implementatie in verschillende landen. En op dit moment weten wij dat er verschillende gesprekken zijn. Onder andere zijn ze naar Vietnam geweest. Heb ik daar nog een mooie foto van. Maar ze hebben ze getest in verschillende klimaatzones. Links ziet u een plaatje in heel koud systeem. En rechts in als het heel warm is. En allebei heeft zijn eigen aanpak nodig. Als je dan kijkt naar de toekomst van Dubai. Dan wil de mobiliteitsbehoefte van Dubai. Die past naadloos aan in het systeem. Wat Skyward Community eigenlijk aan het ontwikkelen is. En door, wat ik daarnet al zei, de voorgespannen draden die in een polymeeroplossing zitten, beschermt het tegen zware weersomstandigheden. En dit systeem verbruikt dus minder land, maar 5 keer minder energie dan elektrische voertuigen. Het is helemaal in lijn met de strategie van de Smart City in Dubai en de Verenigde Arabische overheid. Als we dan de kosten naast elkaar gaan leggen. In Europa bedragen de gemiddelde kosten, als je een aanleg gaat doen van een hoge snelheidsweg, ongeveer 30 miljoen per kilometer. Dus de kosten om 1 kilometer hoge snelheidsweg aan te leggen is 30 miljoen per kilometer. We gaan naar hoeveel kilometers dat er zijn. Als je dan kijkt, ook het jaarlijks onderhoud dat nodig is om het goed in ontwikkeling te houden, om mensen veilig te kunnen blijven vervoeren, kost 100.000 dollar per kilometer. De Hyperloop, waar nu op dit moment ook overal over gesproken wordt, die gaat, we hebben ze nu geschat, zeker 50 miljoen per kilometer kosten. De technologie is nog in de conceptfase, dat wil zeggen dat ze de prijs nog niet zeker weten. En we weten allemaal, die prijs die men gaat zeggen, houdt men altijd zo laag mogelijk. Men overschrijdt deze kosten altijd gigantisch. Dus er gaat nog veel meer kosten. Als je er dan weer naast de kosten legt van unieke stringtechnologie, tussen de 1 miljoen en 10 miljoen, dus gemiddeld 5 miljoen per kilometer, dan is dat veel en veel goedkoper. En de onderhoudskosten zijn haast niet, want ze hebben gemiddelde onderhoudsduur van 50 tot 100 jaar. Dus die onderhoudskosten vallen heel veel weg. Dus dit gaat de hele industrie heel erg veranderen. Houd daar rekening mee. Wij weten het inmiddels. We weten al hoeveel gesprekken er gaande zijn. En om het allemaal perfect te doen, gaan ze met de beste bedrijven in zee. En ik kom nogal veel in contact met mensen uit België, omdat er een groep mensen uit België ook bij mij in mijn structuur zitten. Ik ben er gisteravond nog geweest, mensen uitleg gegeven. En die, als ik dan dit laat zien, het bedrijf Bekaert, wat in België een gigantisch groot en bekend bedrijf is, en dat iedereen zegt, oh, maar als Bekaert hier levert, dan is het goed. Dan is voor hun ineens alle problemen die ze denken te hebben om eventueel hierin mee te gaan, vallen allemaal weg. Het bedrijf Bekaert levert dus de kabels,
voor het stringtransport. En er liggen nu de kabels voor de 2,5 kilometer lange structuur voor de aanbouw van het testcentrum in Sharjah. Maar het ligt ook in Belarus. Het ligt op twee plaatsen, hebben ze al een hele rij bekabeling neergelegd. Om even duidelijk te maken, hier zie je zo'n vervoerbewijs. Links ziet u bij het pijltje BECAT staan en rechts Junintsi Stringtechnologie. En op elke rol staat zo'n kaartje. En dit is dus in Minsk, in Belarus, waar dit is neergelegd. En zo ligt ook nog zo'n rij in de Verenigde Arabische Emiraten. En die zijn allemaal nodig om die bekabeling. Je ziet er bovenin in de lucht, ziet u een rail, een hoekrail, waar straks dus deze strings doorheen gaan. Geweldig om te zien. Maar er is nog meer samenwerking. Er is ook het bedrijf Mavlek en die zorgt eigenlijk voor de verlichting en de noodverlichting en alles. Dat ook automatisch deuren kunnen geopend worden en alles meer. Zodat instaptijd in voertuigen verkort kan worden. En dat heeft Skyway Express gedaan om te voldoen aan de Europese transportregelgeving. Want die blijken de strengste zijn in de wereld. En Skyway wil gewoon zorgen dat ze aan alle strenge eisen voldoen die nodig zijn om dit systeem veilig in de markt te zetten. Als je kijkt hoe groot Voestalpine is, dan ziet u dat ze in 50 landen zitten. Meer dan 500 kantoren hebben, 52.000 mensen in dienst. En in het boekjaar 2018-2019, nog een volledig boekjaar waar nog geen problemen waren, hadden ze een omzet van 13,6 miljard. En een bedrijfsresultaat van 1,5 miljard. Dat zijn geweldige mooie getallen. Maar ze gingen niet zomaar in zee met Junitsky's stringtechnologie. Ze zijn op controle geweest. En daar zijn ze weer gaan kijken en ze vonden het een geweldig bedrijf. En Voestalpine levert onder andere ook aan Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Het zijn geen kleintjes wat bedrijven betreft. En ook deze bedrijven werken allemaal aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen die behaald moeten worden. In oktober 2019 zijn ze geweest. Nou weet ik het, ik zie het hier staan, dat wist ik niet. Dus ze zijn echt daar geweest om de kwaliteit te beoordelen van het bedrijf Junitsky Stringtechnologie. Maar waarom willen wij via een crowdfunding systeem eventueel het bedrijf geld geven om te kunnen bouwen? Dat is omdat ze geen enkele bank geeft hier geld. Wij als mensen geven het bedrijf ter ondersteuning geld om te bouwen waar we eigenlijk niks voor terugkrijgen. En het bedrijf gaat gewoon kijken wat straks kan. Maar als je dan kijkt om zo'n snarroute aan te leggen, dan zie je dat er 100 vierkante meter landbaar nodig is om een kilometer spoor aan te leggen. En dat is in feite de oppervlakte van een bospad. Want zo'n rail heeft een minder breedte in feite nodig als een bospad. En verder zit het in de grond. Ze hebben af en toe een pilaar nodig die er neergezet gaat worden. Als je dan kijkt door de locaties van die transporten boven de grond, is de sterfte van dieren, maar ook botsingen, wordt gewoon verminderd. Is er als niet meer, er moet een giraf komen met zijn lange nek. Maar in die landen kunnen ze nog hoger gaan bouwen. De aanleg zal dus het natuurlijke landschap niet veranderen. En de bossen kunnen hun zuurstof blijven produceren. De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele vervoer en elektrische voertuigen verbruiken veel minder energie. Dat zijn flinke voordelen. Maar het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploderen dan een hyperloop of een monorail. En door de energiebesparende oplossingen met de elektromotor, die deels op zonne- en of windenergie kan draaien, is het gewoon nog aanzienlijk voordeliger. Maar er zijn nog meer voordelen. De bouwkosten zijn 3 tot 5 keer lager. Deze elektropods maken het mogelijk om de standaard ISO-containers te vervoeren. Met een snelheid tot maximaal 120 km per uur. En de prijs kost 1 cent per kilometer en per ton wat ze vervoeren. Er zijn verder ook geen dure terminals nodig. Laad- en lostijden worden aanzienlijk verkort. En de belangrijke logistieke problemen waar bedrijven op dit moment mee worstelen, die zijn verleden tijd. Dat is gewoon geweldig mooi. Als je dan kijkt naar de belangrijkste uitdagingen zijn van de hoge snelheidstransport zijn hun kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer. Met een jaarlijks onderhoud van 100.000 kilometer. En de Hyperloop dus die 50 miljoen wat ik net zei. Want daar heb ik een dubbele kaart zie ik. En dan Junitsky Stringtechnologie met een kostprijs van 5 miljoen per kilometer hebben weinig onderhoudskosten. Dit gaat echt veranderen. Dit hebben ze al gehad. Oh wacht, ik ga terug. Volgende. Er zijn 15 fases voor de ontwikkeling en we zitten nu in 14.2.
Het bedrijf is dus bijna aan het einde van alle ontwikkelingen en alle regels en wetjes waar ze zich aan moeten houden. En ook hun eigen ontwikkeling die ze, voordat ze begonnen in 2015, voor zichzelf als doelstelling gesteld hebben. Dus het is bijna klaar, maar iedereen die wil, kan nog een investering doen, een vrijblijvende bijdrage voor eventueel mede-eigenaar te worden, van een klein stukje mede-eigenaar van deze transportlijn. De voordelen zijn dus dat het transport op de snarrails beweegt boven grond, wegen en water, gemakkelijk in elke omgeving geïntegreerd kan worden, minimale ruimte in beslag neemt, ook weer minimale grondwerving daardoor nodig is. Dat zijn ook kostenverlagende omstandigheden, dat bergen, bossen en wateren geen obstakel zijn, vruchtbare grondlaag niet vernietigd wordt en het ondergrond niet waterpas gemaakt hoeft te worden. Ook deze voordelen heb ik al gehad, die slaan we over. Als we het allemaal samenvatten, is het bovengrondse transport van Skyway is innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en milieuvriendelijk. En hier hebben we dus de foto waar ik er straks over had. Dat is de mensen die naar Vietnam zijn gegaan. Daar heeft men inmiddels handtekeningen gezet om een paar trajecten te draaien. Maar ze moesten daar naartoe en in quarantaine. Ze moesten 14 dagen in quarantaine en ze zouden daar 3 weken blijven. Toen ze daar aankwamen was de verrassing dat ze geen 14 dagen, maar 4 weken in quarantaine moesten. Dus ze hadden 1 week om met alle bedrijven te praten. Ze hebben dit allemaal kunnen volbrengen. Ze hebben daar 4 weken gesproken. Ze hebben er veel voor over moeten hebben. Ze hebben in het vliegtuig moeten zitten in die plastic kleding. Kijken ze schoentjes, mutsen op, mondkapjes op. Het waren gewoon ingepakte plastic mannetjes. Maar dat hebben ze allemaal voor over gehad om daar met de bedrijven te praten en handtekeningen te kunnen zetten. En er wordt nu berekend en gedaan om daar een paar projecten te draaien. En ik verwacht dat wij over 1,5 maand hier meer over gaan horen tijdens het Ecofest van Uniski Stringtechnologie. En rechts ziet u dus een foto nog van de testen in het park. Een stukje woestijn ziet u hier nog, maar ze willen ook die grond dadelijk vruchtbaar krijgen. Dit zijn een aantal YouTube sites, kanalen. Als u de opname straks terug gaat kijken, dan kunt u dan makkelijk even naar de linken gaan om daar te gaan kijken. En hier heeft u onze telefoonnummers, zodat u Earl of mij kunt bellen als er vragen zijn. Want dat dit uniek is, dat dit een heel mooi systeem is, waar wij als er vragen zijn, jullie alle vragen nog kunnen beantwoorden. Ik begrijp dat ik hier heel snel met heel veel dingen overheen gegaan ben. Ik heb heel veel nog zelfs niet kunnen vertellen. Maar dit is de basis voor mensen om te weten, dit is een goed bedrijf, dit is geweldig. Dit is nu, zijn ze 5 jaar aan het bouwen. We zitten nu in het 6e jaar. Een bedrijf dat 6 jaar aan het bouwen is en zoveel al gebouwd heeft. Zonder een lening van een bank, maar allemaal met giften van mensen die dit systeem zo geweldig vonden en zeiden van wij willen dat dit ontwikkeld wordt, want dit gaat onze aarde redden. Dat ze daarmee hebben kunnen bouwen. En alles wat ik je net verteld heb, is gewoon echt gedaan door mensen die dit zagen zitten. Dus we hebben niet gaan demonstreren ergens. We hebben fysiek ons het bedrijf geholpen om dit te gaan doen. Een man die zijn nek uitgestoken heeft om hier iets mee te gaan doen, die veel tegenwerking heeft gekregen, maar telkens toch door is gegaan. Hij heeft zo'n visie. Zijn visie is nog veel en veel groter. Ik weet dat er inmiddels een heel aantal landen zijn waar ze mee in gesprek zijn en die dit in landen willen gaan bouwen. Er komen dus lineaire steden, gaat men ook bouwen. Die gesprekken lopen en ik weet al dat er handtekeningen gezet zijn. We mogen het nog niet vertellen, maar binnenkort wel. Misschien dat Earl volgende week, die geeft volgende week donderdagavond een webinar, dat hij dan iets meer kan vertellen. Maar kom elke week luisteren, want elke week zullen we iets meer nieuws kunnen vertellen. En ja, dat is alleen maar interessant voor jullie. Je kunt het ook altijd nalezen. Ga in je account terugkijken om eventueel de opname te bekijken. Op YouTube komt het ook te staan. Dus u kunt alles nog terugluisteren. Nou, dan wil ik u verder bedanken voor het luisteren. Om dit uurtje toch even weer te besteden aan het Uniski Stringtechnologie Systeem. Om te horen wat hier verder gedaan gaat worden. Wij houden u elke week op de hoogte. En ik zie u graag elke week toch weer graag een keertje terug. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. Dan ziet u daar, hoort u ons, mijn collega Earl, om deze presentatie dan te geven. Dus tot volgende week. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens. Dag.